Yo mensen van Noema Gamen, vet dat jullie nog maar kijken naar alweer een nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island hier op Noema Gamen. Ik heb er weer enorm veel zin in om deze nieuwe video voor jullie te gaan maken en hopelijk hebben jullie er allemaal weer zin in om deze nieuwe video te gaan kijken. Ik speel momenteel in de snapshot 14W30C en ik heb enorm veel reacties gezien dat er nieuwe features zijn in deze snapshot en die features ga ik deze aflevering even bespreken. Een van de features is namelijk dat je nu vlaggen kan maken en jullie weten natuurlijk dat ik een kasteel aan het maken ben en hoe vet zou het zijn als ik vlaggen kon gebruiken voor mijn kasteel. Nou, als allereerst wil ik jullie even vragen om op dat blauwe duimpje omhoog te klikken. Dat is namelijk voor jullie een hele kleine moeite om deze video even te liken. Maar het betekent voor mij echt heel erg veel. En zoals jullie nu ook weer horen, ik luister echt naar jullie feedback. Ik lees de reacties altijd door om goed te kijken of er nieuwe features zijn, of er nieuwe ideeën of suggesties zijn voor dingen die ik moet gaan bouwen. En de meest aangevraagde suggestie de laatste tijd is: Job, wil jij vlaggen bouwen? Nou, dat is dus wat we of naar bouwen, meer craften eigenlijk. Want je kunt het namelijk gewoon doen op de crafting table. Ik ga het jullie even laten zien. Ik heb er heel wat tutorials van gekeken. Ik heb echt letterlijk net 2 uur gewoon allemaal verschillende soorten tutorials zitten kijken over heel het internet. En ik weet nu precies hoe je het moet doen. Je kunt het namelijk op deze manier doen. Je hebt dus gewoon sticks. En je bouwt eigenlijk gewoon een sign, maar dan van wol. Dus ik kan jullie even laten zien hoe je het doet. Je doet het namelijk zo. En zoals jullie kunnen zien, we hebben nu een yellow banner. En een yellow banner is dus eigenlijk gewoon een vlag. Een gele vlag om precies te zijn. Nou, how obvious. Ik heb uiteraard gekozen voor geel. Dat vind ik namelijk, dat vind ik persoonlijk de mooiste kleur die er is. Dus ik heb nu een gele vlag. Nou, weet je, hartstikke leuke gele vlag, hartstikke cool om een vlag te hebben in Minecraft. Maar hoe vet is het als je er ook nog een patroontje in kan krijgen? Want zo'n gele kale vlag is al leuk genoeg. Alleen het zou nog leuker zijn als we er wat meer vorm in kunnen aanbrengen. Nou, dat kan. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even wat dandelions erbij te pakken. Ik weet niet of het mogelijk is met rozen. Dat heb ik niet gezien in de tutorials. Ik geloof het haast niet, maar we zullen het zo even kunnen proberen. Maar wat we bijvoorbeeld zouden kunnen doen, is we kunnen bijvoorbeeld het volgende doen. Zoals jullie kunnen zien, ik heb even een brick erbij gepakt. En jullie raden het waarschijnlijk al, de brick die kan zorgen voor een patroontje. Dus nu heb je eigenlijk gewoon een yellow banner with black bricks erop. Nou, ik vind dit persoonlijk echt een hele epische vlag. Dus ik pak hem maar gewoon even. En ik zou hem even neergezetten, zodat jullie van dichtbij even kunnen zien hoe die vlag eruit ziet. Want daar zitten jullie waarschijnlijk met z'n allen een klein beetje op te wachten. Dus dit is een yellow banner met ja, eigenlijk een soort van patroontje van bricks die je dus neer kan zetten. En zo ziet hij er uit. Het is dus eigenlijk gewoon een soort van vlag. Of ja, vlag. Het is eigenlijk meer een banner. En een banner is eigenlijk gewoon een soort van... Ik weet niet of jullie ooit die aflevering van SpongeBob hebben gekeken. Dat ze gingen protesteren met van die borden. Nou, dat is het dus eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon een soort van spandoek. Zo kun je het in ieder geval wel zien. Ik vind het heel episch. Het enige wat ik niet echt weet is hoe je hem weghakt. Dus dat moet ik nog even weten door te krijgen. Ik geloof dat je dat kan doen met je pickaxe. Dat weet ik bijna zeker. Ja, dat kan met je pickaxe. Nou, kijk eens aan. Dit is dus een yellow banner. Ik weet niet of je die banners kan stacken. Ik geloof dat het niet kan, maar we kunnen het natuurlijk altijd even gaan proberen. Wat mij sowieso een leuk idee lijkt om te doen, is het volgende. Het leek me namelijk een enorm vet idee om gewoon allemaal verschillende soorten banners te gaan maken. Maar wat heel erg belangrijk is, is dat we eerst even onze inventaris een klein beetje gaan organiseren. Want ik heb namelijk allemaal spullen in mijn inventaris die ik niet eens nodig heb. En het lijkt me niet heel erg chill om die allemaal bij me te houden. Dus ik doe heel even wat dingetjes weg die ik deze aflevering niet ga gebruiken. Zoals bijvoorbeeld die whirls ga ik waarschijnlijk deze aflevering niet nodig hebben. Ik ga het glas deze aflevering niet nodig hebben. Ik heb hier nog wat mobjobs die ik niet nodig heb. Wat ik eigenlijk zou moeten hebben is een wither skull. Want als je een wither skull hebt, kun je ook een enorm episch patroon creëren. Nou, jammer genoeg heb ik nog geen wither skull, dus ik kan er vrij weinig mee. Maar het zou wel episch zijn als ik er een had. Dus misschien moeten we binnenkort maar even naar de Nether gaan om te kijken of we een aantal van die wither skulls kunnen vinden. Dat zou namelijk super chill zijn. Wat we ook even gaan doen is we gaan ook even snel kijken of we nog meer dingen kunnen dumpen. Dit is ongeveer alles. Ja, ik heb hier nog wat van die whirls en ik heb nog wat goud bij wat niet nodig is. En dat is het ongeveer wel. Nou, je hebt dus allemaal verschillende soorten dingen die je kunt gebruiken. Ik geloof dat het ook mogelijk is om een bepaalde kleur vlag te maken. Dat is tenminste wel, of zeg maar bijvoorbeeld een Nederlandse vlag zou je kunnen maken. Dat zou je dan als het goed is moeten doen met allemaal verschillende soorten kleuren dyes. Dus als ik dit bijvoorbeeld zou pakken, zou ik als het goed is gewoon een 3-kleurige vlag kunnen maken. Daarvoor moet ik natuurlijk wel eens even wat meer vlaggen erbij maken. Want deze vlag kan ik nu geloof ik niet meer kleuren. Ik kan het wel even bekijken. Ja, die kun je wel kleuren. En dan krijg je zeg maar een yellow banner met een leuk dingetje in het midden. Dat kun je dus met van alles doen. Kijk, je kunt het niet 2 tegelijk doen. Maar ik maak er even wat meer, zodat we gelijkzaamd even lekker wat van die banners neer kunnen gaan zetten. Ik weet niet hoeveel ik er ga maken. Ik zie het wel even. Ik maak gewoon even allemaal van die gele, want geel is uiteraard mijn lievelingskleur. En dat, oh, je kunt ze stacken. Kijk, dat is ook fijn. Natuurlijk kan ik deze 2 niet bij elkaar doen, omdat dit namelijk 2 andere zijn. Want deze die heeft namelijk al een patroontje en deze hebben dat niet. Maar nee, het is echt super episch. Ik vind het in ieder geval super episch. En wat ik gelijk even ga proberen is het volgende. Ik ga even kijken of het nou zo ging. Hoe deed je dat nou? Dat was een mogelijkheid. Ik vind dit sowieso episch. En nu lijkt het een beetje de Japanse vlag, maar dan met geel en oranje. Maar als het goed is,
kan je dus een bepaald iets doen. En ik weet niet precies hoe dat ging. Maar ja, in ieder geval wat ik eigenlijk even wou gaan doen. Is ik wou iets met een enderpearl doen. Dat kan niet. Ik weet niet waar dat nou was. Je kan in ieder geval heel erg veel verschillende soorten patroontjes maken. Maar het patroontje dat ik eigenlijk wou gaan maken. Was het patroontje met een dandelion. En een dandelion is dus eigenlijk gewoon die gele bloem. Dat wordt namelijk een zonnetje. Of een soort van zonnetje. Dus ik ga even kijken of dat kan. Ik pak eerst even een roos erbij. En als het goed is heb ik hier nog wat dandelions in zitten. Ik zal even kijken. Nee, die heb ik niet. Nou, dan doen we het even met een roos. Ik bedoel een roos of een dandelion. Het is eigenlijk allebei hetzelfde. Alleen de ene is rood, de andere is geel. Dus we gaan even kijken of een roos hetzelfde effect geeft als de dandelion. Nee, jammer genoeg niet. Dus wat we even zouden moeten doen is we zouden uiteraard wel dit kunnen doen. Kijk, we hebben een gele, we hebben een leuke vlag met een soort van banner erin. Kan je ze ook aan de muur hangen? Ik geloof namelijk van niet. Ja, een soort van. Maar niet hoe ik het wil eigenlijk. Dus laten we dat maar even niet doen. Wat we gaan doen is het volgende. Wij gaan eerst even slapen. Laten we eerst even die zombies gaan vermoorden. Want we kunnen niet slapen wanneer er een stel van die vervelende zombies voor mijn huis een belletje aan het ledden zijn. Zonder dat ik überhaupt een bel heb. Maar oké. Ik wil jullie trouwens nog even wat vertellen in onze meisje. En ik denk dat heel erg veel van de kijkers die dit kijken dit echt super awesome gaan vinden. Er is namelijk iets in zijn werking aan het gaan momenteel. Want het heeft te maken met Minecraft en mijn YouTube kanaal Doe Maar Gamen. Ik ga het maar gelijk zeggen. Het is een Doe Maar Gamen texture pack. Jongens en meisjes, het enige wat ik jullie kan vertellen is hou Survival Island heel erg goed in de gaten. Want in de serie Survival Island ga ik proberen elke aflevering, of niet zozeer elke aflevering, maar in ieder geval om de aflevering, of in ieder geval zo nu en dan eens een keer, een beetje te vertellen over het Doe Maar Gamen texture pack. Want het is in zijn werking. Ik heb super veel vette ideeën. Ik ben er samen met iemand al hartstikke druk mee bezig. En ik hoop dus ook dat jullie allemaal even abonneren op Doe Maar Gamen om op de hoogte te blijven van wanneer het Doe Maar Gamen texture pack officieel af is eigenlijk. Want dan ga ik hem uiteraard wel even aan jullie laten zien in Survival Island. Dus hou Survival Island goed in de gaten als je wil weten wanneer texture pack echt eigenlijk af is. Want ik neem aan dat jullie dat wel willen weten. Maar je kunt dus vlaggen maken. En wat ik eigenlijk deze aflevering even wil gaan doen. Ik wil deze aflevering even naar mijn kasteel toe gaan. Om te kijken of ik die vlaggen daar misschien zou kunnen neerzetten. En voor de rest ben ik heel even aan het twijfelen dat ik deze aflevering nog meer zou kunnen doen. Ik zit eraan te denken om deze aflevering nog even iets te gaan bouwen in mijn kasteel. Omdat ik namelijk nu toch alvast die vlag heb gebouwd. En ik nu dus eigenlijk ook wel een beetje in het... hoe kan ik dat het best zeggen? Ik ben nu een beetje into the castle mood, zeg maar. Ik ben nu een beetje in een kasteelstemming. Omdat ik namelijk ook vlag heb gemaakt. En als ik deze vlaggen zo zie, dan denk ik eigenlijk al snel aan vlaggen die bij een kasteel horen. Ik moet alleen even kijken waar ik die vlaggen wil gaan neerzetten. Ik zit eraan te denken om ze gewoon helemaal boven op elke toren neer te zetten. Maar of dat mogelijk is, dat betwijfel ik nog een beetje. Want ik geloof dat ik het daar net niet op kan plaatsen. Maar daar zullen wij snel genoeg achter gaan komen. Dus wat ik ga doen, dus ik teleporteer mezelf er heel even bovenop om te kijken of het mogelijk is om daar vlag op te zetten. Ik neem namelijk aan dat jullie dat best wel erg vet vinden. En ik persoonlijk zou het ook super awesome vinden. Dan hebben we namelijk gewoon een beetje onze eigen vlag. Dus ik teleporteer mezelf er even bovenop. Hoppakeetje, dat ging helemaal mooi. En dan ga ik heel even kijken, want als ik daar bovenop teleporteer... Kut, was niet de bedoeling. Shit, shit. Oh, ik heb ook nog maar gewoon een half hartje over, jongens en meisjes. Oh my god, ik ben zo lucky. Even kijken, kunnen we ze ook echt hier ophangen? Ja, je kunt ze ophangen. Alleen zie je dat er een klein beetje raar uit. Maar dat kan wel, dat is leuk. We zouden allemaal verschillende soorten vlaggen kunnen doen. Soms heb je echt van die gebouwen bijvoorbeeld staan in een land met allemaal vlaggen van elk land dat bij die vereniging hoort eigenlijk. Dat is best wel episch. Zoiets kunnen we ook doen, dat we dan zeg maar gewoon bij de voorkant van ons kasteel allemaal verschillende soorten vlaggen gaan hangen. Zoiets zouden we eventueel kunnen gaan doen. Dus eigenlijk gewoon allemaal vlaggen met een kleurtje erop. Dus dan doen we allemaal van die gele vlaggen met bijvoorbeeld alle kleuren die te verkrijgen zijn in Minecraft. Zoiets lijkt me heel erg episch om te doen. Maar eerst wil ik even kijken of het mogelijk is om hier bovenop te komen. Ja, mooi. Kijk, dit wordt hem denk ik niet. Nee, dat is niet mooi. Dat gaan we niet doen. Dan gaan we mijn eerste idee doen. Namelijk door gewoon allemaal verschillende soorten gele vlaggen te doen. Met elk kleurtje dat er in Minecraft te verkrijgen is. En dat dus eigenlijk gewoon allemaal gele vlaggen met verschillende kleuren stippen erop. En dat ga ik dan allemaal aan de voorkant van mijn kasteel hangen. Zodat we echt een beetje het idee hebben dat we echt een republiek of zo zijn. Met allemaal landen die erbij horen. Lijkt me een leuk idee. Maar daarvoor moeten we iets wat meer gele vol hebben. Dus let's go to the minecart. Boom. Nou, we zitten gelijk goed. Dat is mooi. Ik ga hem even kapot hakken. En ik ga gelijk in deze minecart. Maar eerst ga ik even Miley Cyrus erbij pakken. Voor het vermoorden van deze creeper. Oh, die ging ook in één keer dood. Dat is heel mooi. Zo. Nou, het is dus echt enorm vaak aangevraagd. En daarom leek het mij ook leuk om dit even te gaan doen. Oh, shit, shit, shit. Wat heb ik? Heb ik nou die minecart gesloopt met mijn arrow? Wauw, dat is echt heel slecht voor mezelf. Sorry jongens en meisjes. Voor de rest heb ik eigenlijk best wel iets heel erg vets in mijn hoofd om te gaan doen rondom Doe Maar Gamen. En meestal als ik zeg rondom Doe Maar Gamen is het dus niet op Doe Maar Gamen. En dus ook niet op Job Vlogt. Dat is een soort van idee wat ik daarnet heb gekregen. Ik weet alleen niet of het uit te werken valt. Omdat ik namelijk de afgelopen tijd vrij druk ben. Maar als het uit te werken valt lijkt het me echt super episch. Ik moet er alleen nog even over nadenken. Maar het zou in ieder geval hartstikke leuk kunnen zijn. Maar of het ook daadwerkelijk gaat gebeuren, dat durf ik nog niet met zekerheid zeggen. Jullie kunnen denk ik niet raden waar ik het momenteel over heb. En dat hoeft ook
ook echt niet. Want jongens en meisjes, soms heb je gewoon van die ruige schetsen in je hoofd zitten. Die je natuurlijk wel kunt uitwerken, maar die je niet uit hoeft te werken. Omdat je er misschien geen tijd voor hebt of wat dan ook. Maar ik persoonlijk vond het een heel erg leuk idee. Om misschien te gaan doen. En ik ga nog steeds niet zeggen wat het is. Kijk, sowieso ben ik al met heel erg wat projecten bezig. Zo ben ik bijvoorbeeld bezig. Weet je wat wel ironisch is? Buiten is het kut weer. En in Minecraft is het kut weer. Nou, Minecraft, je bent lekker realistisch bezig, jongen. Nee, en wat ik even wou zeggen is het volgende. Ik ben bezig met een soort van... Of ik ben niet bezig met een soort van iets. Maar ik heb net een idee gekregen voor iets wat... Rondom Doe Maar Game. Je kunt het zien als Rondom Doe Maar Game. Het lijkt me leuk om te doen, maar ik weet nog niet zeker of ik het ga doen. Voor de rest wil ik jullie nog even vertellen dat jullie echt even moeten kijken op mijn YouTube-kanaal, JobVlog, wat mijn vlogkanaal is. Er staat een annotatie in beeld, maar ook een link boven in de beschrijving. Want holy shit, jongens en meisjes, ik heb al heel wat video's geëdit die ik in Schotland heb opgenomen. En ze worden echt super awesome. Dus dat wou ik jullie nog even vertellen, dat jullie echt even een kijkje, nou ja, moeten nemen, zou ik niet zeggen. Ik bedoel, jullie staan er helemaal vrij in of jullie dat willen doen. Laat ik het in ieder geval zo zeggen, ik zou het heel erg appreciëren als jullie even een kijkje zouden willen nemen. Op mijn YouTube kanaal JobVlog, waarvan de link dus bovenaan in de beschrijving staat en waarvan er een annotatie in beeld staat aangegeven. Voor de rest, er is dus een Tekken serie op Doe Maar Game, die is vandaag online gekomen. Of het een definitieve serie wordt, dat weet ik nog niet zeker. Bij de 1000 likes op die video komt er een nieuwe aflevering van Tekken online. En ja, die moet ik uiteraard nog wel maken, maar ja, jullie begrijpen zelf ook wel dat ik nog geen aflevering voor Tekken ga maken als ik niet weet of het een definitieve serie wordt. Maar dat lijkt me ook wel vrij logisch. In ieder geval, het is weer dag, de regen houdt op. Ik ben blij, hopelijk zien jullie dat ook. En we gaan gelijk even een kijkje nemen in de schapenkennel. De schapenkennel is namelijk, of nou, schapenkennel, eigenlijk mijn clubhuis. Ik zeg wel schapenkennel, maar het is eigenlijk gewoon mijn clubhuis. Want in mijn clubhuis bevindt zich namelijk een schapenkennel. En we hebben trouwens ook dandelions, dus laten we die even meenemen. Kan ik jullie gelijk even laten zien wat ik precies bedoelde met dat patroontje. Dat zal ik jullie even laten zien, dan doe je namelijk dit. Oh, trouwens, dan kunnen we hier, oh ja, die banners. Die moeten natuurlijk in mijn clubhuis moeten, die moeten gewoon in mijn clubhuis gehangen worden. Dat ben ik helemaal vergeten, maar dat hoort echt dik bij mijn clubhuis. Hoe deed je dat nou? Zo. Nou, zoiets was het wel. Nou ja, fuck, ik ben het alweer kwijt. I don't freaking care. In ieder geval, waarom kan ik deze twee niet stekken? Er is hier iets mee aan de hand. I don't know what, maar... Kijk. We zouden dus dit kunnen doen. Maar dan wil ik ze ook echt op een mooie plek hangen. Waar gaan we die dingen hangen? Deze. Gaan we die hier hangen? Wow! Wow, what? What the fuck? Ik heb nu gewoon een soort van... Ik heb geen idee. Waarschijnlijk als ik dit nu weghak, gaat die klei ook weg. Dat vind ik een beetje jammer, dat weet ik niet. Stop. Nice. Oké, okay, cool. Schapen, jullie gaan gescheerd. God, nonde, heb ik nou weer geen shears bij me? Waarom heb ik geen shears meegenomen op deze tragische tocht naar mijn clubhuis toe? Nou ja, dan doen we het even op deze manier. Heb ik ook geen shears in zitten? Nee, helemaal niets. Jammer dan. Dan moet ik even terug gaan. Ik heb gelukkig een enderpearl bij me, dus dat scheelt tijd. Zo. Oh, oh, oh. Rustig, Job. Rustig. Nice. Maar ik vind het leuk dat ze allemaal van die nieuwe features toevoegen aan Minecraft. Ik ben dus ook van plan om... wat meer video's op Doe Maar Game te gaan maken die echt puur over die features gaan. Ik vind het altijd wel interessant om daarmee bezig te zijn. Om met de nieuwe snufjes bezig te zijn, om het even op die manier te benaderen. Ik vind het altijd leuk. Heb ik denk ik ook altijd leuk gevonden. Ik ben persoonlijk iemand die wel houdt van het oude vertrouwde. Maar als het oude vertrouwen iets nieuws erbij krijgt, vind ik het nooit zo erg. Alleen als het oude vertrouwde vervangen wordt door iets, vind ik het wel altijd een beetje jammer. Dan is het voor mij meestal iets waar ik even aan moet wennen. Maar dan als ik er eenmaal aan gewend ben, dan is het ook wel weer goed. Snap je wat ik bedoel? Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat jullie dat ook wel kennen. Als je echt iets gewend bent en je vindt iets leuk of je houdt van iets en het wordt in één keer veranderd of vervangen door iets anders, kun je daar even moeite door hebben. Maar wanneer je ergens van houdt of je vertrouwt iets en er komt iets nieuws bij, kan dat in principe ook weer leuk zijn. Zoals bijvoorbeeld nu. We hebben nu vlaggen in Minecraft, wat eigenlijk gewoon een kleine vernieuwing is, maar die toch wel weer heel erg veel vreugde opwekt onder de Minecraft-spelers. Want ik ben nu ook alweer een heel lang gedeelte van de aflevering hiermee bezig. Gewoon puur omdat ik het zo vet vind dat ze dit hebben gedaan. Dus ja, dat vind ik best awesome. Zo. We moeten dus heel veel van het gele wol hebben. Heb ik weed bij me? Nee. Anders zou ik ze even kunnen breeden. Serieus. Zo, nice. Geen idee waarom ik het deed met die ender pearls, maar dat maakt niet uit. Oké. Gele vlaggen. Here I come. Oh, we moeten natuurlijk wel even naar de workbench doen in plaats van naar de andere kant van de club als we helemaal geen ene reet vinden is. Oké, cool. Zo. Boom. Vlaggen zijn best duur. Dat valt mij gelijk op. Vlaggen zijn pittig duur zelfs. We hebben er nu 7. En we hebben er eentje met een stip. Nou, laten we gaan gelijk door naar de tweede met een stip. Grijs is niet echt een kleur, vind ik zelf. Laten we rood doen. Zo. Kunnen we ook een gele stip doen? Oh my god, dat zie je niet eens. Heb ik dat hier per ongeluk bij gedaan? Ja, dat heb ik hier denk ik per ongeluk bij gedaan. Ja, dat zag ik al. Nou ja, maakt niet uit. Oké.
We hebben dus verschillende soorten dice nodig. En ik weet niet wat hieruit komt. Helemaal geen ene flikker, dat dacht ik al wel. En ik weet ook niet wat hieruit komt. Ook helemaal geen ene flikker. Dus we hebben dice nodig, verschillende kleuren om precies te zamen. Eerst pak ik ook even het weed erbij, want ik wil natuurlijk even die schapen gaan weeden. Die moet even fucky fuck gaan doen. En hebben jullie nog leuke suggesties voor Survival Island? Dingen die ik moet gaan bouwen, dingen waar ik mee bezig moet gaan? Laat het me alsjeblieft hier beneden weten in de comments. Ik lees alle reacties door, van A tot Z, van B tot C en weet ik veel wat allemaal. Ik lees gewoon allemaal door. Van hier tot en met Tokio. Ik probeer alle reacties door te lezen. Dus als jullie in de Book of Fame willen, of jullie willen gewoon even. Leuk, kijk, ik zet sneller iemand in de Book of Fame die bijvoorbeeld een hele toffe suggestie achterlaat voor iets wat ik kan gaan bouwen. Kijk, bijvoorbeeld, ik ga vandaag iemand in de Book of Fame zetten die mij heeft verteld over de vlaggen. Dus stel voor, jij laat een reactie achter van Job, je moet een dorpje bouwen. En ik denk van, oh, dat is een leuk idee, ik ga een dorpje bouwen. Dan zet ik jou daarvoor in de Book of Fame. Maar stel voor, jij vraagt, mag ik in de Book of Fame? Is er een hele grote mogelijkheid dat ik jou niet in de Book of Fame zet. Dus als jij een leuk idee hebt voor iets wat ik in Survival Island kan bouwen. En ik vind het ook een leuk idee. Dan is er een enorm grote kans dat jij in de Book of Fame komt. Dus laat even wat leuke suggesties achter voor dingen die je kan bouwen. Of gewoon andere leuke suggesties. En wie weet zie jij jouw naam verschijnen in de Book of Fame. Of geef ik jou... Nee. Dat is één schaap minder. Nou, maakt niet uit. Eén schaap is niet erg. Ik had... Wacht eens even. Ik heb een idee. I have an idea. Kijk, ik doe hem gewoon even zo. Carpets erbij. Die plaatsen we even hier zo bovenop. Als jullie nou even allemaal deze kant op komen. Alsjeblieft. Kom maar even deze kant op. Kom maar even deze kant op. Weg. 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 Nee. Weg. Schaap. Wat zeg ik nou tegen je? Zo. Kijk. Als we dat dan helemaal hier omheen doen. Dat zou mooi zijn. Kut. Dan zit ik echt. The serious right now. Wacht. Nee, dat kan niet. Oké. Okay. Dan doen we het op de normale manier. Dat is gewoon dus eigenlijk hierdoor. Maar dan moeten we wel uitkijken. Zo, nice. Oké, okay, cool. Dan ben ik tevreden. Ik moet echt even een kistje in deze muur maken hier. Waar ik gewoon... momentje. Zo. Ik ga hier even een kist in de muur doen met allemaal weed in. Want ik word er scheidsziek van dat ik elke keer niet geen weed bij me heb. Ja, jij bent dood. Het spijt me hoor. Maar dan had je maar moeten luisteren, jij bitch. Oké. Okay. Oh, shit. Ik kan beter even zo doen. Zo. En dit hier. Shit. Ik moet iets weggooien. En dat wil ik niet. Zo, jij mag weg. En jij mag weg. Zo. Oké, dan hoop ik dat ik nu kan doen wat ik wil doen. Ik heb nu twee van die gele dingetjes weggehakt, toch? Ja, mooi. Zo. Deze die mag hier komen staan. En dan mag... Kan ik een wol boven zetten? Wacht. Ik wil iets cools doen hier. Ik kan er ook een item... Weet je, ik pak gewoon even een itemframe. En dan zet ik daar weed bovenop. Dan weet iedereen dat er weed in zit. Slim of niet, jongens en meisjes. Heel slim, vind ik zelf. Even kijken. Hebben we iets bij ons waar we dat mee kunnen maken? Hebben we überhaupt wel een itemframe? Hebben we niet? Alsjeblieft, dat ik een itemframe heb. Anders moet ik weer koeien gaan vermoorden. Nou ja, dan doen we dat even op de job manier. Shit. Oh, precies op tijd. Oh, wat? Ik heb mezelf ook nog gewoon bovenop het altaar geteleporteerd van de Ender Dragon. Nou, let op, jongens. Boom. Shit. Zo. Ik ga gewoon overal zo bij zeggen. Zo. Nee, kijk, let op, jongens. Dan doen we zo. Boom. Blijft hij dan wel? Ja, hij blijft. Boom. Nee, kunnen we beter dit doen. Nou. Ik ben tevreden, jongens. Ik ben helemaal tevreden. Ik vind het mooi wat we hebben gedaan. Ik ben even aan het kijken. Oké, ze zijn nog niet gegroeid. Dat is helemaal mooi. Ik heb nu in ieder geval weer wat van die vlaggen erbij. Nu moeten we natuurlijk allemaal verschillende soorten kleuren dyes hebben. Dus ik kan sowieso cactus kan ik krijgen. Dus ik moet even die cactus ommaken. Dan kan ik namelijk groene dye krijgen. Als dat lukt, tenminste. En bruin kan ik ook krijgen. Zo. Hoppakeetje. Hoppakee. En dit kan ik dus krijgen. Hoppakee. Jullie mogen even weg. Ik wil meer... ja, nice. Oké, cool. Dan gaan we naar binnen en dan gaan we er even voor zorgen dat we wat meer gekleurde vlaggen krijgen. Ik geloof dat bruin namelijk ook kan. Of maak je... Oh ja, blauw kunnen we doen met lapidazuli. Kan ook nog, jongens en meisjes. Ja, gaat allemaal goed komen. Zo, ja, bruin. Zullen we dan ook maar gewoon grijs doen? Zullen we dan ook maar... Laten we dat maar gewoon doen. Hoppakee. Welke kleuren willen we nog meer doen? We kunnen wit doen. Zo. Oké, laten we die ophangen en laten we dan de aflevering gaan afsluiten. Wat de fuck? Oh, die bug is weer terug. Die vervelende bugs in de snapshot toch altijd. Er komen leuke dingen mee in de snapshots. Maar ook wat minder leuke dingen. Maar dat hebben jullie waarschijnlijk al lang kunnen zien.
Geen probleem. Ik ben alsnog tevreden over wat we deze aflevering al hebben kunnen doen. We hebben vlaggen kunnen maken. En dat is het meest aangeraden. Of het meest gesuggesteerde. Is dat een Nederlands woord? Ik denk het niet. Maar dat is echt enorm vaak gevraagd door jullie aan mij. Dus bij deze jongens. Hopelijk zijn jullie blij. Hopelijk kunnen jullie allemaal lekker gaan fappen op deze video. En zijn jullie zo van... Oh my god, Jopje maakt eindelijk vlaggen. Hij heeft geluisterd naar ons. Ik luister heel erg vaak naar jullie reacties. En ik ben ook iemand die altijd reacties doorleest. Alleen, het is niet altijd uitvoerbaar. Maar nogmaals, als jij in de boeken Fame wilt, dat sowieso even een like achter. Want je komt niet in de boeken Fame, misschien een like achterlaat. En zorg er natuurlijk voor dat je even een leuke suggestie achterlaat voor iets wat ik kan gaan bouwen. Of voor iets wat ik moet gaan doen in Survival Island. Je kunt ook schrijven van ik won de boeken Fame. Alleen dan is de kans echt enorm klein dat je erin komt. Dus laat even een blauw duimpje achter. Laat in de comments weten dat ik nog kan gaan bouwen of kan gaan doen. En dan is er een enorm grote kans dat jij in de boeken Fame komt. Kijk, wat we gaan doen, is we pakken dit. Al de dingen die we nu hebben gemaakt. Het zijn niet heel veel, dat weet ik, maar I don't care. What the fuck? What the fuck? Dat ding zit gewoon in de grond. Oh my god. Lang leven de bugs, jongens. Lang leven de bugs. Ja. Oh, cool. Vind ik echt cool dit. Dat vind ik nou echt leuk. Dat vind ik echt een cool gevoel geven. Ik zei het toch, jongens. Dat is awesome. Kijk. En dan gaan we dan die hele rij doen en die hele rij. Dan hoop ik dat we genoeg dice hebben. Of we gaan gewoon die hele rij... Ja, laten we die hele rij met allemaal verschillende soorten kleuren dice doen. En dan doen we deze hele rij gewoon dezelfde als die hele rij. Dus we moeten eigenlijk van elk soort vlag 2 maken. Ja, dat wordt echt epic. Dat wordt echt heel epic. Nice. Ja, ik ben er tevreden over. Ik heb veel deze aflevering kunnen doen als je kijkt naar wat jullie graag wouden zien. Dus hopelijk zijn jullie daar blij mee. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Nice. Oké, Book of Fame. Schiet met de hulp. De vorige aflevering ben ik vergeten iemand in de Book of Fame te zetten. Dus vandaag komen er 2 mensen in. Maar dat hadden jullie waarschijnlijk al wel kunnen raden. De eerste die erin komt is degene die mij heeft aangeraden vlaggen te maken. Die heeft 29 thumbs up gehad. Namelijk Michiel de Best. Michiel de Best. Zo. En degene die er nog meer in komt, dat is, even kijken wat het ook weer was, Anthony Vroom. Zo. Gefeliciteerd Michiel, of ik weet niet hoe dat uitspreek, ik noem het gewoon even Michiel. Gefeliciteerd Michiel en Anthony, jullie zijn in de Book of Fame. Bedankt voor jullie support de afgelopen tijd. Bedankt voor jullie blauwe duimpjes en uiteraard bedankt voor de reactie. Dan wil ik jullie ook bedanken voor het kijken, jongens. Vergeet even een blauw duimpje achter te laten. Te abonneren op mijn gamekanaal, Doe Maar Game, om op de hoogte te blijven van alles wat ik doe rondom dit kanaal. En misschien ook voor dat concept wat ik momenteel een beetje aan het uitwerken ben. En voor de rest kun je uiteraard ook even mijn vlogkanaal checken, Job Vlogt. Er komen ook heel veel vette dingen op, voornamelijk video's uit Schotland die echt awesome zijn geworden. En waar ik nog enorm druk mee bezig ben. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En dan zeg ik ciao.